Mevrouw, heeft u nog vertrouwen in de regering in Den Haag? Nee, helaas. En kunt u dat uitleggen? Er is zoveel gerommel, men spraat elkaar tegen en nee, ik kan daar niet echt meer op vertrouwen. Maar als u dat zo zegt, wat moet er dan volgens u gebeuren? Eerst moeten ze eerlijk worden naar elkaar toe. Oké, dan heeft u vast een tweede stap in gedachten. Nou, ik denk dat ze goed met elkaar moeten gaan praten voordat ze dus... En al die dingen die op het ogenblik spelen, dat er dus voor boeren en voor andere dingen... Ze weten zelf niet meer waar ze naartoe zijn. En daar komt er niets meer van terecht. En de ene crisis naar de andere, de opvangcrisis. Want ik snap niet waar die mensen allemaal vandaan komen, hoor. Nou, dat is de politiek. Algemeen, iedereen hoor, die er zit. Iedereen die vecht voor zijn eigen hockey. Omdat in de afgelopen 10 jaar is er eigenlijk alleen maar crisis geweest en problemen. En er is helemaal niks heel goed gegaan. Maar de regering is er toch om oplossingen te vinden voor problemen? Ja, maar dat is gewoon niet gebeurd. Er zitten uitstekende slimme mensen die het soms niet altijd met elkaar eens zijn, maar... Uiteindelijk komt het wel goed, denk ik. Als ik alleen maar de asielzoekerscrisis bekijk, de woningcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis. En er komen maar geen oplossingen. En ze hebben onderling nog eens even een flink potje ruzie. Ja, maar het zijn natuurlijk ook geen eenvoudige onderwerpen, hè, waar we het over hebben. Maar van hun worden toch oplossingen verwacht. En die zullen er uiteindelijk ook wel komen. Tot nu toe is het altijd nog goed gekomen, toch? Ja, u heeft het over uiteindelijk. Ja. Dus dat is toekomstmuziek? Het zal sowieso toekomstmuziek zijn. Het is niet gisteren opgelost. Hè. Dat gaat vandaag of morgen gebeuren, hoop ik. Er zitten in Den Haag capabele mensen en er zullen zeker oplossingen komen. Nee. En kunt u uitleggen waarom u nee zegt? Nou, gewoon, ze gaan een bepaalde afspraak maken en ze komen ze gewoon niet naar. En op welke afspraken doelt u dan met name? Nou, dat is ook hoofdzakelijk met de kindertoeslagen en ook... Met de vluchtelingen en zo, weer wel. Het wordt niks overlegd, er wordt maar gewoon in de ruimte wat gedaan. Kijk, en dan mensen zoals wij, die worden dan weer benadeeld door. Ze kunnen beter een ander kabinet nemen, want dit schiet zo niet op. Want ze zijn over mensen en niet over goederen. Kijk, en als andere mensen daar de dupe van worden, dat is niet handig. Kijk, wat ze doen, dan moeten ze het ook goed doen. Maar ook allemaal dat het voor iedereen gelijk is. Die vind ik heel vervelend. Er gebeurt natuurlijk nogal wat in de wereld. Hè? Het is niet niks wat er op dit moment speelt met een oorlog in Oekraïne. Vluchtelingenstroom die gigantisch is. Dat is ook niet eenvoudig op te lossen. Laten ze eerst eens bij elkaar gaan kijken wat er wel aan de hand is. En laten ze eens gewoon op de plek wat ze het wel doen. Maar ze komen niet verder. Want waar spelen volgens u de grootste problemen? De grootste problemen zijn de boeren, de stikstof. Maar ook de kinderen, alles. Nou ja, natuurlijk ook de Oekraïners, de AZC's die vol zitten. Schandalig. Nee, het is veel te lang met elkaar gekeuveld in plaats van praten. Dus in plaats van oplossingen te vinden, hebben ze veel zaken de lange baan opgeschoven. Verslordend. Wat moet volgens u het eerste worden opgelost in Nederland? Voor mij is het de boerenkwestie, omdat ik zelf uit de boerenomgeving kom. Maar het is zo, de boer wil best wat, maar... Ze zijn aan alle kanten beknibbeld. En als je weet dat je gezinnen hebt waar een jonge zoon het over wil nemen en dat nu niet kan, is verschrikkelijk. Als de boeren meer inkomen zouden krijgen, zou dat helpen, denkt u? Ik denk dat daar niet om gaat. Het gaat gewoon om hoe men behandeld wordt. Stel, er komen nieuwe verkiezingen na kerstmis, er komt een nieuwe regering. Wat moet die nieuwe regering anders doen dan de huidige? Nou, die moet gewoon bij voorbaat geen beloftes doen wat ze niet waar kunnen maken. Dan is er niks aan de hand. Dat is al een heel pluspunt in de goede richting, denk ik. Eerlijk en betrouwbaar. Ja, absoluut. Een slagvaardige beleid. En veel meer overlaten aan de provincies. En die de gelegenheid geven om eigen beleid uit te voeren aan bestuurders. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het centraal gecoördineerd moet worden in Den Haag. En niet dat elke provincie voor zichzelf maar de regeltjes gaat bedenken. Want dan kom je er helemaal nooit meer uit. Maar goed, meneer, met alle respect. U praat over oplossingen, maar ik zie ze nog niet. Nou, ik zie wel langzaam maar zeker oplossingen ontstaan. Maar nogmaals, het is ook niet eenvoudig waar we het over hebben. Oké, laten we het daarbij laten. U heeft in ieder geval vertrouwen in de mensen in Den Haag. Dat heb ik zeker, ja. Er is alleen maar gekeken naar kortzichtig kiezersbelang. En er is geen lange termijnvisie geweest. En daar is dus ook geen beleid op ingezet. Ik begrijp dat de regering er is om het belang van Nederland te dienen.
Nou, ik denk dat ze vooral het belang van hun eigen partijpolitieke probleempjes hebben gediend. Nou, dat is nogal wat. Ja, dat is nogal. En daarom heb ik dus ook geen vertrouwen erin. Maar we zitten niet. We verwachten heel veel van een regering. Ik moet eerst aan mijzelf vragen wat ik kan doen. Ik vind wat er in Groningen gebeurd is, ik vind het schandalig. Ik vind eigenlijk wat er nu met de boeren en in Albergen gebeurt, ik vind het schandalig. Men probeert heel veel problemen in de regio te dumpen. En als je hetzelfde problemen als Groningen in het centrum van Den Haag had gehad, dan had je een heel andere uitkomst gekregen. Ook van zoals het COA en het IND, die werken zo bureaucratisch volgens hun regeltjes. Als jij met kleine groepen mensen aan de gang gaat, is er denk ik lang niet zo'n probleem. Nergens in het land. Maar op het moment dat jij zegt van ik wil minstens 150 mensen, want dan kan ik daar mijn bewaking op inzetten en dan kan ik mij daar mijn regeltjes op toepassen, dan komt de weerstand. Dus ik vind echt dat ze heel veel dingen niet goed aanpakken. Als je kijkt hoe het verschil is in de opvang tussen de Oekraïners en de andere vluchtelingen, dan toont dat volgens mij ook aan dat mensen 3 jaar lang uitzichtloos in een situatie in een heel groot AZC laten zitten. Dat is voor niemand goed. Dat is niet goed om in te burgeren, dat is voor die mensen niet goed, want hun leven gaat jarenlang op pauze. En dat is ook voor de omwonenden van zo'n AZC. Nou, de ene keer hebben ze er meer last van dan de andere keer. Maar is gewoon, ja, wat heb je eraan? Maar ik denk wel dat ze ermee aan de gang moeten en dat ze hun eigen dogma's los moeten laten. En ook het korte termijn kiezersbelang. Dus de wijsheid zit in de rest van het land? Nee, de wijsheid is van probeer weer tot elkaar te komen. Met menselijke maat.